اي حركه تتحرك بها المصلي في الصلاه تندرج يمكن ان نصليه هذه الحركه ونحكم عليه بحكم من الاحكام التكليفيه الخمسه uh, Elke beweging die iemand maakt tijdens het gebed, die valt onder een van de vijf regelgevingen die ze de الاحكام الخمسه noemen: De vijf ja. regelgevingen ja. waar iets aan gebonden kan zijn. De eerste uh, bewegingsvorm uh, is de verboden bewegingsvorm.

Het is een kleine vorm van beweging of een kleine aantal van beweging, maar ook zonder enige aanleiding of reden. De derde is uh, ja, dus. toegestaande uh, toegestaan beweging tijdens het gebed. Dat is de bewegingsvorm die uh, waar een, een reden voor is, of een noodzakelijke reden voor is. die we zijn. Iemand die bijvoorbeeld in het gebed staat en zijn bril valt van zijn neus af, of iets van geld valt uit zijn zak en hij vreest voor dat het gestolen wordt of weggenomen wordt, dan mag hij een kleine beweging daarvoor maken om het te pakken. De aanbevolenswaardige vorm is de vorm.

In zijn beloning van het gebed. De vijfde is de, de verplichte bewegingsvorm tijdens het gebed. Ja, de vijfde vorm is de bewegingsvorm die verplicht is. En dat is de bewegingsvorm die noodzakelijk is uh, dat uh, het gebed uh, als rechts geldig wordt beschouwd. Als men deze beweging niet zou maken, dan zou zijn gebed misschien uh, ongeldig worden gemaakt. Wallahua.